gewoon nog met een jas aan. En het eerste wat ze dan doen, dan komt ze weer toe en zegt ze, vuur wat lager. Ik ben hier mee bezig. Ik krijg ook niet de kans. Oh, dat is een droom voor mij. Ja, ik vind hetzelfde vraag als, wat is je lievelingsmuziek? Wij liepen met twee van die bakken, liepen erachter en toen was het plop en toen zat ik erin. Echt je eigen smaak gaan ontdekken. Ja. Zo rond de 14, 15 was ik er helemaal door bevangen. Ja, vanaf toen is het direct geworden. Dan ruim ze open en dan... Wat? Ja, maar dit is wel heel gaaf. En dan heb je echt een koos, hè? Dat ziet er wel echt treffelijk uit. Hi, ik ben Niels Runderkamp. Slager en barbecue chef uit Volendam. Omdat koken mijn passie is, deel ik mijn kennis natuurlijk graag. Dus ik ga langs bij bekende Nederlanders die mijn hulp goed kunnen gebruiken. Ja, we zijn hier bij Koen in huis. Wat wil jij maken? Ik wil een risotto maken, Niels. Ja. Ik heb me daar een paar keer gewaagd. Eén keer lukt die wel, de andere keer lukt die niet. Maar het luistert gewoon nauw. Ja. Nou, ik moet daarbij ook zeggen, Niels. Ik ben niet de kok in huis. Mijn vriendin kan goed koken, vindt dat leuk, is ook echt mee opgevoed. Jij mag niet mee helpen dan? Ik mag het wel. Ja, ik vind het ook... Stel je voor, ik ben hier bezig, wat af en toe gebeurt. Dan komt zij binnen en dan gewoon nog met een jas aan. En het eerste wat ze dan doen, dan komt ze weer toe en zegt ze... Vuur wat lager, vuur wat lager. Ik ben hier mee bezig, ik krijg ook niet de kans. Vandaag gaan we dus risotto maken en daar hebben we natuurlijk allemaal lekkere ingrediënten voor nodig. En die ingrediënten die gaan we dan maar even halen. Ja, we zijn hier weer bij Albert Heijn en vandaag gaan we koken voor Diggy Dix. En ik heb een heerlijke risotto in het vooruitschiet, maar die ga ik met vis maken. Want Diggy Dix eet bijna geen vlees meer. Ik weet dat zijn kinderen wel vlees eten, dus wat gaan we doen? Ik ga wel lekkere worstjes halen voor zijn kinderen. Dan gaan we even kijken in het schap van Streekgenoot. Gaan jullie mee? Klein stukje verder lopen. En ik heb het gevonden. Wat ligt daar? De palingworst van Niels Runderkamp. Ik hoop dat ze het lekker vinden, maar ik denk het wel bijna. Dan gaan we die even afrekenen. Ja, dan gaan we gewoon lekker maken, Koen. Ik heb er heel veel zin in, Niels. Heerlijk, risotto. Nou kijk, wat we nodig hebben is wat ui. We gaan wat shallot gaan we snijden, we gaan wat knoflook snijden. En eigenlijk beginnen we met wat olijfolie en risotto in de pan. Dan gaan we nog rustig aan bouillon toevoegen en dan gaat die risotto er komen. Ik heb fantastische coquilles meegenomen en die gaan we eerst even bakken. Als je kookt, heb je ook een lievelingskeuken of lievelingsland? Bij mij gaat het echt wel tussen Italiaanse en de Aziatische keuken. Ik ga volgend jaar naar Japan op vakantie. Ja, dat is een droom voor mij. Daar heb ik wel echt een potje zin in. Dat is een droom. Gewoon qua eten, wat daar weer gebeurt qua technieken. Ik vind heel veel dingen interessant. Hoe dingen worden voorbereid. Nog dieper en verder. En qua inderdaad, en dat je daar dus ook inderdaad... De Chinezen hebben het uitgevonden, de Japanners die hebben het weer geperfectioneerd. Ja. Ja. Maar dan lees je soms dingen over één product. En dat gewoon iemand daar zijn hele leven op zit. Ja, qua ongelooflijk. Dedication. Ja. Dat vind ik wel heel erg leuk. En ook, wel zo inspirerend. En jij dan, Niels? Wat vind jij? Ik vind het zo moeilijk. Ja, ik vind hetzelfde vraag als wat is je lievelingsmuziek? Als ik nou vraag van wat heb je met eten? Ja, wow. Dan is ja, het wel anders, toch? Ja. Zo ja. Ja, heel veel, Niels. Ja. Ja, dat is... Eten, verbinding. Eten. Ja, de verbinding. Nou, vorige week nog was mijn vriendin jarig. Vrienden uitgenodigd. Vriend van mij, die sommelier. Speelt ook nog liedjes erbij. En iemand die dan kookt. En dan zit je gewoon lekker hier aan tafel met een man of 10 de hele avond. Gewoon van 7 tot 2. Dit wil ik zo fijn mogelijk hebben. Dus ik snij ik hem op de draad. Dus je begint op een puntje inderdaad. Ja. Ja, ik doe het dan ook zo, maar dan in slow motion voor de kijker thuis. Wat heb je hierbij? Ja, ik heb cadeautjes. Dit is gewoon voor onderside. Ik hoorde dat jouw kinderen wel vlees eten. Nou, mijn oudste die is, ik denk toen hij 5 was, toen begon hij vragen te stellen van waar komt vlees vandaan. Ja. Toen besloot hij eigenlijk heel snel van ik wil geen vlees meer eten, want ik vind dat zielig. Zielig. Wij aten ook nooit heel veel vlees, dus daar zijn we toen eigenlijk mee gestopt. Sinds die eigenlijk in een soort groeispeur terecht is gekomen, het niet lang kon meer staan. En dus hij is nu 11 en is nu ook weer vlees eten. Allemaal lekkere worstjes. Ja, worstjes. Nou, dit is grappig. Maar later had het gebeuren, maar ik ben zeker dat hij dit lekker vindt. Maar ik kom dus uit de slagers, we hebben 2 slagerijen. Was jij als kind ook altijd al bezig daarmee? Ja. Ik ben als kind ben ik in de leverworst gevallen. Net zoals Obelix in de toverdrank. En jij lacht heel veel. Ja, ik lach. Hoe kan je in de leverworst vallen? Wat dan? Gewoon een pan met leverworst. Wij liepen met 2 van die bakken, liepen erachter en toen was het plop. En toen zat ik,
Toen zat ik erin. Ja. Het klinkt wel een mooi verhaal. Ja, ja. Het is ook een mooi verhaal. Ja. Hey Koen, was jij meteen al rapper of zanger? Of? Nee, helemaal niet. Ik was al wel zeer geïnteresseerd in muziek toen ik jong was. En eigenlijk ben ik pas een beetje begonnen toen ik 10, 11 was. Met wat gitaar spelen met mijn broer. En een beetje wat echt je eigen smaak gaan ontdekken. Ja. Ook in de punk en in de rock en in de alternatieve muziek. En steeds meer naar rappen eigenlijk toegetrokken ook vanuit daar. Wat toen nog in de jaren 90 nog wel echt meer een soort underground stroming was. Ja. Zo rond mijn 14, 15 was ik er helemaal door bevangen. En ook het rap en tekstschrijven was ik iets wat ik alleen maar aan het doen was. Met vrienden ook gelukkig. Maar pas echt op latere leeftijd dat ik dacht van hier, dit is echt wat ik wil doen van mijn beroep. En wat ik zo leuk vind, wat nooit voelt als werk. Wanneer kwam die naam nou? Dat had je al vrij Diggy vroeg. Teddy Dex. Teddy Dex. Ja, dus toen ik een beetje begon met rap, toen ik een jaar of 15 was. Toen al mijn raphelden die hadden aliasnaam. Ja, Snoop Dogg, Nas. Ja, daar kon je niet aankomen met Koen Jansen in mijn beleving. Ja. Toen zei een vriend van mij van, jouw naam is Diggy Dexter. Ik zei, dat vind ik eigenlijk wel cool klinken, Diggy Dex. Ja, en toen begon ik dat een beetje te gebruiken en vanaf toen is Diggy Dex geworden. Kijk, nu heb ik hem hier, Niels. Kijk. Kijk. Ja, dit is wel top. Wanneer heb je dit laten zetten? Deze is al of 12 oud, denk ik. Heb je een bepaald gerecht waar je jou voor wakker mag maken? Kun je beter jou laten liggen? Nee, wel beter laten liggen. Nou, als ik slaap, dan slaap ik gewoon. Maar ik ben gewoon een visliefhebber. Ja. Oesters kan ik altijd eten. Ja. Mijn opa en oma komen uit Scheveningen. Ja, maar daar zit het erin, hè? Dol op vis, altijd. Standaard was dat dan op zaterdag haring kiaal ergens. Je liet net je platenspeler zien. Kun je daar wat meer over vertellen? Een carousel? Ja, zeker. Dan moet ik even ondertussen met de wijn. Dan pak ik even één klein attribuut erbij. Ja, leuk. Dat is natuurlijk gewoon even schaamteloos zelfpromotie. Maar ik ben hier namelijk heel erg trots op. Het is mijn nieuwe plaat. Die heet Carousel. Komt 17 september uit. Kijk, en het is dus ook een carouselletje. Dus als je hem opendraait, ik heb hem ontworpen met mijn schoonzus, Margot. Ja. Geef hem een bruin zo open en dan pats. Ja, maar dit is wel heel gaaf. En dan heb je echt een carousel. Dus nu is hij op cd. Is ook verkrijgbaar in LP formaat, gewoon vinyl. En dan heb je de grote versie. Kan ik jou een exemplaar geven? Vind dat leuk. Ik zou er heel blij mee zijn. Zie jij zo lekker aan het koken bent voor mij. Ja. Heb jij nog een cd-speler? Ik heb nog een cd-speler. In de auto. Voor in de auto, alsjeblieft Niels. Ja, te gek man. Nou Niels, hier. Proost man. Leuk. Een lekkere risotto. Hey, en inspiratie zeg maar die je voor de muziek hebt. Ja, van alle kanten Niels eigenlijk. Ik denk ook wel dat het wel echt een kwestie is van openstaan. Ik heb wel heel veel zin altijd. Ik heb een iPhone en een boekje dan ook nog. Die ik gewoon losse zinnen heb. Een mooie zin. Of kun je bijvoorbeeld één zin opnoemen? Val voorwaarts. Omdat dat een soort metafoor is voor vallen is natuurlijk gewoon de controle loslaten. Maar wel ook zo van het ding van als je valt. Daar leer je wel het meest van vaak. Hoe je letterlijk leert lopen, is dat. Je leert het door te vallen. Kijk, we zijn er. Je ziet het ook hoe lekker lobbig het is. Lobbig. Kijk, we doen wat van die mooie Hulda Argentijnse garnaaltjes erbij. Het ziet er wel echt treffelijk uit. Mm. Oh, nee, ik moet eerst toch een klein beetje van dit. Even toch dat zoutje, toch even dat smaakje. Zullen we erbij gaan zitten? Wij gaan zitten. Wijn erbij. Dankjewel. Thanks Niels, dankjewel. En, proost. Op de risotto. Wij gaan lekker eten. Tot de volgende keer. Dank jullie wel. Tot ziens.